Strakke gezichten op de training van FC Groningen vanmorgen. Het zware verlies van 5-1 tegen NEC is hard aangekomen. FC Groningen speelde een uur lang met 10 man nadat Svedik met rood was weggestuurd. Centrale verdediger Gibril Sanko speelde een dramatische wedstrijd en was bij elke tegentreffer betrokken. Ja, dat is een heel duidelijk verhaal. Al in de 30ste minuut moet hij eraf met een tweede gele kaart en speel je een uur met een man minder. En dat ging best aardig totdat eigenlijk de 2-1 viel en daarna ging het mis. En daarna ging het ook snel mis. Maar in de eerste helft bleef u eigenlijk met die man makkelijk overeind. Ja, ondanks de 5-1 vind ik niet dat we van een... Het NEC is best een aardige tegenstander, maar niet een goede tegenstander. Dus wat dat betreft de uitslag. Als je kijkt waar wij stonden, waar zij stonden, dan is het gewoon een slechte prestatie. FC Groningen kwam na 5 minuten op achterstand na een gemakkelijk gegeven penalty. Ja, ik ben nog naar de scheids toegegaan. Ik heb gezegd, ja, het is voor mij onbegrijpelijk dat je zo'n penalty geeft in zo'n belangrijke wedstrijd. In de tweede helft gaf FC Groningen de wedstrijd uit handen. En met behulp van de fouten van Sanko won NEC dan ook ruim. Een aantal deden niet meer wat ze moesten doen eigenlijk. Als die 3-1 dan valt, dan moet je nog maar één ding doen. En dan moet je zorgen dat je de boel gewoon dicht houdt. En dan lopen we toch nog naar voren en dan wordt niet meer alles gegeven. Dan wordt het stil, wordt niet meer gecoacht, worden individuele fouten gemaakt. En toen ging het heel snel. Door de nederlaag komt er een einde aan een reeks van 11 ongeslagen uitwedstrijden. Dat doet ook heel veel pijn, maar voornamelijk op het manier waarop we hebben verloren. En je ziet ook in de kleedkamer heel veel boosheid en boze gezichten en onbegrip. En voornamelijk onbegrip, want dat is toch wel zure nederlaag. Donderdag speelt FC Groningen voor de beker tegen Feyenoord. Ja, nee, gelukkig maar. We hadden echt een goede maand eigenlijk achter de rug met een elftal dat groeide. En daar hebben we gisteren heel weinig van teruggezien en daar moet je dan maar weer van leren. Het enige wat je kunt zeggen, ja, met een man minder is wat lastiger. Maar we hebben gewoon een slechte prestatie geleverd en dat willen we graag rechtzetten tegen Feyenoord.